Ja, goedemorgen luisteraars. We zijn er dus weer met een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is vandaag woensdag 13, 14, 15 februari. En het is voor mij genoeg om de presentatie ook vandaag te mogen doen. Ik ben Carlos Rindveld, uw gastheer. En voor de techniek zorgt dus vandaag mijn naamgenoot Carlos, in dit geval Carlos Pinas. We hebben dus bij de vooraankondiging hebben we dus u ook aangegeven welke onderwerpen we vandaag zullen behandelen. We hebben dus Patricia Meulenhof uitgenodigd. Zij is van de presidentiële commissie Grondrechten. En wij verwachten dus haar hier in het eerste deel van de Koffiepraat om daarover met haar te praten. Wat zijn de vorderingen? Want de initiatiefwet die moet dus nog worden behandeld in het parlement ter goedkeuring. En ik zal niet zeggen in de wandelgangen, maar op het veld dan hoor je toch wel heel veel waarbij ook wordt aangegeven dat met name de gamang der Saramakaners, dat is dan de heer Albert Aboikoni, gamang Albert Aboikoni, die heeft toch wel aangegeven aan het kabinet van de president in een schrijven dat die toch wat problemen heeft met dat wetsvoorstel en dat eigenlijk de stam der Saramakaners dus niet daarachter, niet daarvoor te vinden is. Dat is dus in een brief gedateerd in augustus van het vorig jaar kenbaar gemaakt aan het staatshoofd en ook een cc gestuurd naar DNA. We willen dus daarover praten, niet alleen daarover, er zijn zoveel dingen die gaande zijn met betrekking tot grondrechten. We willen dus daarover praten met mevrouw Patricia Meulenhof en zij is dus al gearriveerd. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ga toch even door met de actualiteiten. In het tweede deel hebben we dus de heer Henk Afiankooi. Hij is DNA-lid van de VHP. De begrotingsbehandeling is gaande. Er is harde taal geuit. Velen hebben hun misnoegen geuit. Ook leden van de coalitie hebben hun misnoegen geuit over wat er sociaal-maatschappelijk gebeurt. Mensen hebben het moeilijk en de economische situatie die vraagt toch, er wordt van de regering gevraagd om voedraai aan opaar botto, beleidsombuiging en wat er dus allemaal moet gebeuren. Ten aanzien van Ravaksuur is er een ultimatum gesteld aan de regering. Verder, dan nemen we de actualiteiten met u door, is de volgende. Is een persbericht afkomstig van de VOLS, de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname. En dat is toch wel niet zo hoopgevend. Want die heeft leerkrachten opgeroepen om donderdag en vrijdag thuis te blijven. De rek is eruit. Het presidium van de VOLS heeft tijdens de onlangs gehouden ledenraadsvergadering het besluit genomen om te protesteren. De oproep is bestemd voor de lidbonden, de KOB, de Katholieke Onderwijzersbond, de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap, dat is COB, verder de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond, SOB, de Islamitische Onderwijzersbond en de Bond van Leraren bij Technisch Onderwijs. En er wordt dus aangegeven dat het actiemodel bedoeld is om de aankomende verhoging van de prijs voor gascilinders aan te houden, de verhoging van de EBS-tarieven aan te houden, CQ, het EBS-tarievenrapport van de Energiecommissie uit te voeren, de stijging van de prijs voor brandstof aan de pomp aan te houden of zo niet in het uiterste geval terug te draaien. Er zijn een aantal van de zaken opgenoemd waarvoor er eigenlijk actie wordt gevoerd. Aan de andere kant hebben we dus daarnet een persbericht binnengekregen. En die is afkomstig van de Nationale Partij Suriname, de NPS. En die partij heeft vandaag in Grundjari een persconferentie. En dat is dus daarnet binnengekomen. En de persuitnodiging is voor vandaag om 11 uur en de plaats is Grundjari. En het onderwerp dat op de agenda staat is de positie van de NPS binnen de coalitie.
Vele vraagtekens kregen dus daarbij. Deze brief, deze uitnodiging is getekend door Hesdy Pichot van de NPS. En dat is dus om 11 uur vandaag. En we hebben dus de parlementariërs van de NPS ook gevolgd bij deze openbare behandeling van de begroting. En toch wel, als we het zo moeten zeggen, politiek, toch wel afwijkend gedrag nog. Vanuit de coalitie, dat zij dus toch wel harde kritiek hebben geuit op het beleid dat er wordt gevoerd. Maar dat mag, want dat is de democratie. En daarvan wordt er dus gebruik gemaakt. Men komt op voor wat men zegt, de belangen van het volk. En dan vertolk ik zo wat Patricia Etnel heeft gezegd in het parlement. Zij is DNA-lid. En ook nog die andere parlementariër van de NPS. Die is van Flora. Ik kan nu niet even op zijn naam vallen. Ja, dat is aan Ivan Hildoplein, mijn verontschuldiging. Dadelijk Mo denkt dat ik naar Espressa niet meer doe. Maar het kwam echt even niet me op, de naam van Ivan Hildoplein. En dan komen we naar onze gast. Mevrouw Meulenhof, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tenminste, mevrouw Meulenhof, we hebben niet echt een hechte band. Maar tenminste, mevrouw Meulenhof, dat denk ik de boombigie watramoen, die watermeloenen. Ja. Hoe gaat het met die aanplant van u? Het gaat. Het gaat wel. Maar vanwege de regen gaat het niet zo best. Ja. Maar na juni, juli, dan ben ik weer heftig bezig. Vol bezig, ja, met de laarzen allemaal. U geniet ervan. Is het een hobby of naar? Ja, zeker. Het is echt ontspannend. Elke zondag bijvoorbeeld ben ik in mijn tuin. Ben ik bezig met de groenten, plantjes. En het is de beste manier om je te ontspannen. Ja. Bij het ontspannen denkt u ook na over vouwen los aan voor een grondrecht? Niet bij het ontspannen denk je juist aan niks anders dan. Je bent gewoon lekker bezig. Van je denkt aan grondrecht. Wanneer je even 's morgens wakker wordt en je bent even aan het evalueren, je dag aan het plannen. Ja. En dan ben je constant bezig aan kijken van wat moet er gedaan worden, wat kunnen we doen, wat voor bijdrage, wat is er nog nodig om te doen om bepaalde zaken te realiseren. Ja. Het oplossen van het grondrechtenvraagstuk, is het een spangidee geworden? Nee. Of zien we wel, wat de president zegt het, hè? Chandrika Prasad Santokhi, we vergeten zijn uitspraak denk ik nooit meer. Er is licht in de tunnel. Is er licht in de tunnel als het gaat om grondrechten? Jawel. We moeten altijd positief blijven. En het is een deel van het proces. Wanneer die bewustwording er niet is, dan zal je van alles horen. Maar jij als deskundige en zeker als trekker, je moet bewust zijn dat niet iedereen begrijpt waar het om gaat. En dat het een beetje complex is voor velen. Als je weet waar je naartoe gaat en wat de mogelijkheden zijn, dan maak je minder druk. Ja. Waar zijn we eigenlijk van het traject? De wet is al op de agenda van de DNA geplaatst. Het is één keer, ze zijn gestart met de behandeling. En het moet verder behandeld worden in de DNA om aangenomen te worden. Ja. Wat het proces is dat even kort te zeggen wat het is. Is zodat er was een presidentiële commissie ingesteld voor 1 jaar. Die heeft de conceptwet voorbereid. Het is gestuurd naar de regering. De Raad van Ministers heeft het goedgekeurd. Het is dan gestuurd naar de president. Van de president is het gegaan naar de staatsraad voor advies. De staatsraad heeft het goedgekeurd. En de president heeft het in juni 2021 ingediend bij het parlement. Dus het is nu des parlement om verder te gaan met de behandeling van de conceptwet. Wat het parlement heeft gedaan. Het parlement heeft ook hearings gehouden, consultaties gehouden. En de op- en aanmerkingen, wat aanvullingen gepleegd op het huidige concept. En daar hebben ze ook een amendement gemaakt. En de amendementen daarin zijn de correcties of aanvullingen die gepleegd zijn. En dat vind je in de amendementen. En dat zorgt ook weer voor wat discussies en spanning, denk ik. Ja. Welke amendementen zo? Katakatori toch? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het wordt in het DNA behandeld en het volk moet dat ook weten. Ja. Dus, wat zorgt voor die discussie, voor dat spanningsveld nu? Zeker voor dat spanningsveld is dat er een belangrijk artikel in de conceptwet
er voorstel gedaan is om dat te wijzigen door de commissie van rapporteur. Er is een artikel in, artikel 4 handelt over de collectieve eigendomsrechten. En in de conceptwet staat vermeld dat er gewerkt zal worden met de grenzen die de mensen zelf aangeven, conform kaarten die ze in het verleden gemaakt hebben. Ook de overheid heeft kaarten gemaakt voor de gemeenschappen in het verleden. En die zijn indicatieve kaarten. Dus het zijn figuratieve kaarten. Ja. Kaarten die je een beeld geven waar de lijnen lopen, de grenzen van de verschillende groepen. En de wijziging nu is dat er nu alleen verwezen wordt naar de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken. Maar de kaarten en alles is doorgehaald, waardoor het nu onduidelijk wordt wat zijn, hoe groot en hoe waar lopen de grenzen. Voor de inheemse en Maron gemeenschappen is het duidelijk dat men ook een beeld heeft en dat anderen ook een beeld heeft waar, hebben waar hun grenzen lopen. Ja. En dat is doorgehaald. En het ander voorstel, wat zeker voor problemen zorgt, is dat het voorstel gedaan is dat er een wet moet komen op demarcatie. En nadat de wet is aangenomen, dan mogen de inheemse en tribale volken een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor collectieve eigendomsrechten. Met andere woorden, dan heb je hen niet geholpen, is er niks gedaan. Ja. Dus, maar het is slechts een voorstel. Het is een voorstel voor wijziging. En het moet nog behandeld worden in de DNA. En de gemeenschappen die vragen om uitleg. En eisen ook dat men teruggaat naar de, het voorstel dat opgenomen is in de conceptwet. Omdat zij daarvoor ook geconsulteerd zijn. Dus dat oorspronkelijk voorstel. Ja. Maar wat is zelf als deskundige, wat is zelf uw aanbeveling? Mijn aanbeveling is, als men niet wil werken met de figuratieve kaarten van de mensen, dat men toch wel zelf moet aangeven wat een dorp is, wat je verstaat onder een woon- en leefgebied. Want het gewoon opnoemen in een wet, zonder aan te geven waar de lijnen lopen, gaat voor meer spanningen zorgen. Zeker tussen de inheemse groepen en anderen die komen in hun gebieden. En ook voor de buitenstander die naar een gebied gaat, wil je ook weten wanneer ik hier ben, welk recht geldt, ben ik nu in inheems gebied of niet. Je moet eens durven om die begrenzing aan te geven. Er was onder regering Bouters ook een wet bescherming woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken. Wat heeft voor spanning gezorgd? Omdat men gewoon uitging van een aantal kilometers. Volgens mij 5 kilometer of 10 kilometer verwijderd van het dorp. Maar u weet wanneer de inheemse gaan jagen. Wanneer ze bepaalde gewassen of bosproducten nodig hebben, gaan ze verder dan die 10 kilometer, 20, 30 kilometer. En de vraag is, hoe kom je, wat heb je gebruikt? Wat zijn de criteria die je gaat gebruiken om die begrenzing aan te geven? En dat heeft niemand ooit durven vast te stellen. Terwijl internationaal is al duidelijk uitleg gegeven hoe je gaat werken aan die begrenzing van die gebieden van de inheemse en tribale volken. En internationaal, wat is gangbaar? Gangbaar is dat je de mensen zelf moeten aangeven waar ze tot waar ze gebruiken. En dan ga je dat vastleggen. En zeker in het kader van de erkenning van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken. Eigenlijk hoeft grenzen niet zozeer een probleem te zijn. Want men gaat ervan uit dat wanneer de mensen de collectieve eigendomsrechten krijgen, dat ze eigenaar worden van alles en dat niemand meer daar mag gaan. Maar dat is het niet. De overheid die blijft alle rechten behouden. De overheid mag vergunning geven, mag concessie geven, mag grondhuurbeschikking geven. Maar wat er wel moet gebeuren in de nieuwe situatie, is dat er gepraat wordt met de lokale mensen. En dat de mensen toestemming moeten geven. En ook in gevallen waarbij de inheemse en tribale volken geen toestemming willen geven, maar de regering van oordeel is dat vanwege algemeen belang men dat stukje grond nodig heeft, mag is de regering bevoegd het uit te geven. Maar wat er zal gebeuren, dan zal de overheid de mensen moeten compenseren voor eventuele nadelen die erbij komen kijken. Ja. En dat is normaal in ons rechtssysteem. Wanneer je een erft hebt hier in Paramaribo en de overheid heeft het nodig omdat daar goud is gevonden of aardolie of waar dan ook, mag men met je komen onder, moet men met je onderhandelen. En
men moet je ook compenseren. De overheid zal je moeten compenseren voor eventuele schade. Ja. Mevrouw Meulenhof, terwijl men dus nu bezig is om de wet echt te behandelen in het parlement, om die ook aan te nemen, zien we dat er heel veel gebeurt binnen onze gemeenschap en vooral in het achterland, waarbij we ook merken dat er een volkstribunaal is opgezet. Er is ook een gebouw daarvoor nu ook te Klaaskreek in gebruik genomen. En we merken ook dat er een aantal organisaties zijn opgestaan die zeggen van, nou, luister nou, men maakt nog steeds, dezelfde handelingen gaan nog steeds door. En men komt in ons gebied zonder ons te kennen, zonder noem maar op. En men verwijst naar het zelfbeschikkingsrecht van de verschillende tribale volken. Ja. En dat men dus daarmee wil werken om te zeggen van, nou, eigenlijk hebben we al genoeg daaraan om onze gebieden te beschermen. Nou, wanneer je praat over rechtsbescherming, ja, van burgers, het beschermen van burgers, mm-hmm, dan gaat het om bescherming tegen overheidshandelen. Omdat de overheid de rechten niet erkent, het is niet wettelijk erkend, zie je dat de overheid zonder inspraak van de lokale gemeenschappen toestemming geeft aan anderen om zich te vestigen of om activiteiten te ontplooien in de gebieden. En daarvoor moeten de mensen beschermd worden. Heb je die bescherming, dan kan de overheid die toestemming niet meer geven aan ondernemers of anderen om zich bepaalde activiteiten te ontplooien zonder jouw medeweten. De gemeenschappen hebben geen problemen met ondernemers of ondernemerschap. Mm-hmm. Maar het gaat om degene die de toestemming geeft aan de mensen om zich legaal daar te vestigen, omdat je nergens beschermd wordt. En wanneer het gaat om mensenrechten, is het ook internationaal zo dat het een plicht is van de overheid om de mensenrechten van elk burger en groep ook te beschermen. En het is een nalaten van de overheid om dat te doen. En zelfs met 3 internationale vonnissen, waar het duidelijk vastgesteld is wat de overheid moet doen om die bescherming te geven, zie je dat er geen gehoor is gegeven aan deze vonnissen. Als jij als goed bestuurder, als overheid, van de burger verwacht dat zij gehoorzaam moeten zijn aan het recht en zeker uitspraak van rechters, wat voor voorbeeld geef je? Wat zal het gevolg zijn ook voor de burgers en zeker de inheemse en tribale volken? Als jij je niet stoort aan vonnissen, aan besluiten van de rechters, gaat men zich ook niet meer storen aan besluiten van jou als bestuurder. Dus het heeft ook een bepaald effect op de gemeenschap. En burgers die zich onbeschermd voelen, die zijn geneigd zelf zichzelf te gaan beschermen. En grijpen alle middelen die ze denken dat het best is. En terug te komen op volkstribunaal. Ja. Dat is gewoon iets nieuws dat geïntroduceerd wordt binnen de Maron-gemeenschap. En zeker de Samaka-gemeenschap. Maar wanneer we praten over zelfbeschikking, dan gaat het om intern bestuurssysteem van de mensen. Ze hebben het recht om hun volk, de groep te organiseren zoals zij dat willen. Traditioneel of mix of wat dan ook. Maar zij hebben het recht om dat te doen. Het is gewoon iets intern. Dat geldt niet voor de buitenstaander. Het geldt niet voor anderen. En het feit dat dat niet wettelijk erkend heeft, kan je niet zeggen dat het een orgaan is van de staat. En ja, je kan er niet veel meer doen. Maar voor de interne werking voor de groep, als zij vinden dat dat het beste is om geschillen te beslechten binnen de groep, is dat hun recht. Ja, maar is het een goede zaak dat we dus, los van ons eigen rechtssysteem dat we hebben, dat de gemeenschappen ertoe overgaan om een volkstribunaal in te zetten, om daar zaken die te maken hebben met schendingen van hun recht, om dat daar te beslechten, om dan
daarmee te gaan naar het internationaal recht? Ik moet u eerlijk begrijpen dat van volkstribunaal bij de Saramakaanse, Saramakaners heb ik niet goed begrepen. Ik probeer het te volgen, maar voor mij is het nog niet duidelijk. Ik weet wel, wil je die toegang hebben tot het internationaal recht, dan moet het geaccepteerd zijn door de gemeenschappen. En als zij zeggen, dit is de manier hoe zij intern, let wel, intern is niet iets te, wanneer een derde daar gaat en u hebt een geschil met de gemeenschap, dat hun recht alleen geldt. Maar ik weet niet hoe dat gaat werken. Belangrijk, het is niet door de staat erkend. Het is geen bestuursorgaan. Het is geen orgaan van de staat. Het is iets van hunzelf. En als het gaat om hun eigen geschillen, als zij vinden dat dat de beste manier is, dan moet dat maar zo geschieden. Ja. Wat u moet weten, de inheemse en de Maronse hebben hun eigen rechtssysteem. Ze hebben hun eigen strafrechtssysteem, de manier van geschillenbeslechting. Ze hebben hun eigen bestuurssysteem en structuren. En dat is al eeuwen zo. Zeker het bestuursstructuur is erkend door de overheid, want de kapitein wordt betaald. De basja is ook een bestuurder in het dorp. Die zijn, zijn erkend. Alleen hun positie binnen het staatsbestel moet wettelijk vastgelegd worden. En daarvoor is de staat Suriname ook vastgelegd, gevonnist. Om dat nu eindelijk te gaan erkennen. Het voordeel is, wanneer zaken wettelijk geregeld is, dan is het goed voor de rechtszekerheid, voor de stabiliteit van de groep, maar ook voor de derde. Want u als buitenstaander, niet Maron, niet inheems, wil ook weten wanneer ik daar ga of daar staat op een bepaald gebied, welk recht geldt en hoe zit dat recht in elkaar? Met wie moet ik rekening houden? Wie is een basja? Wie is een kapitein? Hoe herken een kapitein? Want iedereen kan zich aanmelden als te zijn vertegenwoordiger van de groep. Ja. Als dat wettelijk vastgesteld is, dan hoef je niet te twijfelen. Voor jou is dat ook een zekerheid dat je weet met wie je dealt. Dus wetgeving, het doel van wetgeving is ordenen. Ordenen van de samenleving. Zonder wetgeving heb je chaos. Als je dat alleen onthoudt, dan denk ik dat iedereen ertoe zal werken dat wij uiteindelijk gaan erkennen, wettelijk zaken gaan vastleggen. Ja. Is dat van het volkstribunaal, als ik het zo volg, werkt dat niet polariserend voor waarmee bijvoorbeeld de commissie erkenning grondrechten mee bezig is geweest? Nee, omdat ik eerlijk gezegd, wanneer we denken aan tribunaal, dan denken we aan geschillenbeslechting. Ja. Maar ik weet niet hoe zij daaraan invulling geven, ik weet niet wat hun doelstelling is, maar Het werkt niet eens remmend. Er zijn bepaalde gedachtegangen die ik hoor bij bepaalde mensen die helemaal niet kloppen en ook al achterhaald zijn. Bijvoorbeeld mensen die zich beroepen op vredestraktaten en dat soort zaken. Internationaal wordt er niet meer gewerkt met vredestraktaten. Wanneer je gaat praten over een vredestraktaat, een overeenkomst, een traktaat, dat zorgde voor verdeeld en heers, schending van mensenrechten, dan kan je niet daarmee werken. Vandaar dat men internationaal betere regels en sterkere regels heeft vastgelegd hoe je moet omgaan met inheemse en tribale volken. En Suriname is lid van die organisaties. Suriname is verplicht ook die regels na te leven. En laten we daarmee beginnen. Ja, als in deze regeerperiode, we kloppen het af, maar gesteld dat het toch niet van de grond komt, de wet op grondrechten voor de inheemse en de tribale volken. Hangt er een sanctie boven ons hoofd internationaal? Ik moet u zeggen, dat ervaren we ook al. En zeker de overheid. Wanneer de staat Suriname deelneemt aan discussies op internationaal niveau, dan komt steeds de vraag, hoe zit het met de mensenrechten, de erkenning van de rechten van de inheemse en tribale volken. Dan praat men nog over mensenrechten schending in Suriname en het niet naleven van internationale vonnissen. En ik moet u zeggen, zeker grote bedrijven die willen investeren in het binnenland, gaan dat ook niet doen wanneer er geen duidelijkheid is welk recht geldt en wie wat moet doen. Als dat niet geregeld is, gaan bedrijven niet investeren in het gebied. Omdat zij ook de zekerheid willen hebben dat ze beschermd worden tegen handelen van de overheid en ook de burgers. En dat zorgt ook voor nadelen voor het land. En ja, waarom het zo moeilijk is, weet ik niet. Want, ik zeg het altijd, Suriname is het enigste land. Ja.
Die deze rechten bekend, nog niet erkend heeft bekend in ons mee in, ja. In de jaren 70 weten we ook dat er dat inheemse hebben gelopen naar Paramaribo om aandacht daarvoor te vragen. En dat was denk ik nog voor de onafhankelijkheid of daarna. Nog voor de onafhankelijkheid. Ja. En er is, er is niets van terecht gekomen. Ik moet u zeggen, er is, we hebben één geluk, de inheemse en de tribale volken hebben ook deskundigen binnen de groep. Ja. En ik moet u zeggen, er is, zijn nog mogelijkheden om zaken gedaan te krijgen. Maar het ergste waarvoor ik vrees, en ik heb dat ook eens in een presentatie gezegd, dat men zal grijpen voor beste middelen. En beste mogelijkheid die er nog staat voor deze gemeenschappen is gaan naar het constitutioneel hof om alle wetten en zelfs de grondwet die in strijd is met het internationaal recht ongeldig te verklaren. En ook alle overheidsbesluiten die in strijd zijn met de rechten van de inheemse en tribale volken zodat internationaal geregeld is, dat die wetten ongeldig verklaard worden. En ik moet u zeggen, daarvoor is er geen discussie. Elk jurist weet dat als zo'n zaak bij het constitutioneel hof gaat, het constitutioneel hof die de wetten moet toetsen aan het internationaal recht, niets anders kan doen dan al deze zaken onwettig te verklaren. En zelfs die deals met die multinational zijn verheven tot wet. Zelfs die kunnen ongeldig verklaard worden. En als iets ongeldig verklaard wordt, we hebben dat onlangs ervaren met ons kiesstelsel, dan weet u wat voor gevolgen dit gaat hebben voor dit land. Ik hoop niet dat het zo ver komt. Maar er zijn groepen die zich die roeren om naar het constitutioneel hof te gaan. En het constitutioneel hof gaat ook niet kunnen afwijken of zeggen van ik neem dit niet in behandeling. Dat is gewoon de taak van het constitutioneel hof. En ik hoop niet dat het zo ver komt. Ja. Ik moet u zeggen, er is al een studie gedaan door de universiteit in opdracht van het ministerie van regionale ontwikkeling. En de juridische faculteit met name heeft ook alle wetten, alle wetgeving opgesomd die in strijd zijn met de rechten van inheemse en tribale volken. Ook conform de uitspraak van het hof, de uitspraken van het hof, die we allemaal moeten wijzigen, willen we voldoen aan de internationale standaarden. Maar dus van te kazen, wat nog voor brade is, maar jij naar kondre. Wabi lespeki president, ja, een adici wang, maar before, toch? Wabi, ja, wat nog voor. Sani sou ka hori tak no uspa anu makandra fu setato hori ma toch anu ay tangtum silang af seti wat sana ja, eigenlijk politiek na probleem, het gaat om belangen, het gaat om belangen, belangenstrijd as ma en isap fa srana politiek helaas, te luka srana politiek, dan je denkt tak politiek anu wan boon sani terwijl politiek na wan schuit sani zeker ik heb volgt trakondre fa politici stelden op. Mm-hmm. Srananja, ama eta kwaan sanda tak na politiek podium mi bede. Dat wan tak politiek podium na dape por taki kan taki. Ja, inom teka maar serieus. Asma etaki, maar aan een mening. Het gaat om de wil. Wil je daadwerkelijk een oplossing brengen? En dat gaat belangen een rol spelen. Tem du asandati, soort belang, politiek belang mi abi, sumana mi achterban, wat zeggen ze? Ja. En dat moeten soort, ze eens open uitkomen en zeggen, laten we weten wat het probleem is, maar het is gewoon de wil. Maar soort politiek belang wang politiek leiders abi voed no mek a. Die sponsoren van de politici zijn in de goudsector, de abgrong. En het zijn deze mensen die de politieke partijen financieren. En wanneer de politici in positie komen, dan zorgen ze ook ervoor dat die belangen beschermd worden. En het zijn onzichtbare belangen, maar het zijn krachtige mensen. Mensen die power hebben in de politiek. Niet zozeer de man die praat, maar het zijn mensen op de achtergrond die niet zichtbaar zijn, die eigenlijk het spel spelen. De president heeft in een praatprogramma onlangs gezegd van met die hele ordening, nu is hij president en heeft dus nu ook gezien wie eigenlijk de mensen zijn die grote belangen hebben binnen de goudsector. Mensen die concessies hebben en zo. Moet dat ook niet openbaar gemaakt worden? Dat moet zeker openbaar. Waarom wordt het niet gepubliceerd? Laat het zichtbaar gemaakt worden. Laten we de kaart van Suriname zetten en gewoon duidelijk aangeven wie wat heeft. En dan zullen we zien dat grote delen van het binnenland zeker al in concessie zijn uitgegeven. En laten we gaan kijken wie de mensen zijn. Dan hebben we ook een beeld wie
de schermen. Achter de schermen, het wordt het schermen. Ja. Ik heb ook nog een aantal praktische zaken die we dus nu hebben. En ik wil weten of met de wet, als het wordt aangenomen, of daar verandering in komt. We hebben ook dat van die HVK's, die houtkapvergunningen, die er ook worden uitgegeven aan de tribale en aan de inheemse gemeenschappen. Komt daar dan verandering in? Ja, met de nieuwe situatie, alle handelingen die gepleegd zijn voor de aanname van de wet, voor de inwerking treden van de wet, alles eigenlijk gaat weer geëvalueerd worden en duidelijk met afspraak van de lokale gemeenschappen gaan we kijken hoe men verder gaat werken. Eigenlijk als je uitgaat van de uitspraak van het internationaal hof, zijn alle handelingen die de overheid gepleegd hebben in het verleden tot nu toe nog eigenlijk in strijd zijn met internationaal recht en eigenlijk moet alles teruggedraaid worden. In de nieuwe situatie is het zo dat degene die concessie heeft of een recht heeft of een AKV heeft, terug moet gaan naar de gemeenschappen samen met de overheid en dan wordt er onderhandeld en dan zal men verder afspraak maken hoe men verder gaat, onder welke omstandigheden men verder gaat werken. Wil het gemeenschap niet, dan zal men toch moeten gaan naar een commissie of een grondrechtenkamer die gaat bemiddelen tussen partijen. En zeker met de HKV, de gemeenschapsbossen, gaan dat ophouden te bestaan, want je hebt de bossen al. Ja. Alleen zal overheid moeten sturen, de sturing moeten geven hoe er beheerd zal worden, hoe het gebied beheerd zal worden. Ja, en dat is in de wet ook goed geregeld? Het is geregeld in de wet, maar u moet weten, deze wet is de conceptwet is een kaderwet. Er moeten nog tal van regelingen komen om wil je die ordening brengen in alle verschillende sectoren. Ja, en dan hebben we het dus over de collectieve grondenrechten. Nu wil ik weten, wie wordt de grote baas daarin? Het traditioneel bestuur is belast met het beheer van de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken. Ja. En wat de overige taken zijn van het traditioneel gezag, moet verder bij wet geregeld worden. Er moet een wet komen die duidelijk alles uitgewerkt moet hebben. Wat de kapitein mag, wat niet. En hun rechtspositie regelt. Ook hun positie ten opzichte van de RR, de DR. Dat soort zaken moet in een aparte wet geregeld worden. Dus dit is een kaderwet. Geeft slechts aan dat het traditioneel gezag beheer voert over de woon- en leefgebieden. Maar hoe het beheer verder geregeld moet worden, moet bij andere wetgeving geschieden. Ja. Hebt u daar ook uw inzichten over? Want we weten dat in het verleden hebben we ook taferelen meegemaakt. Waarbij op een gegeven moment het ministerie van de regionale ontwikkeling op een gegeven moment zelfs bescherming moest bieden aan een gramang of aan een kapitein, want die was bezig met mensen die niet van het dorp zijn. Eigenlijk de man werden dus de hout, het ging ook om houtkapvergunningen. Ja, ja, ja. En het is wie eigenlijk het gezag voert, die heeft zoveel macht. Ik weet het toevallig, ik was directeur op het ministerie van regionale ontwikkeling ook toen. En toen zijn er regels vastgesteld. Mm-hmm. Er zijn regels vastgesteld wie beheert voert over zo'n HKV en hoe dat moet geschieden. Dus je ziet het door het vaststellen van regels, de overheid zal een leidende rol moeten hebben om zaken goed te begeleiden en toezicht te houden. En met regels kan het beter gaan. Want er moet er werd toen vastgesteld dat er een dorpscroute gehouden moest worden. Ja. En er moet een contract opgemaakt worden. Alles moest transparant zijn. Moest ook een dorpsbankrekening, dorpsfonds ingesteld worden. Dus je ziet het met regelgeving en sturing door de overheid kan het. Maar niet altijd lukt het. En daarom wil ik benadrukken de rol van de overheid. De diverse ministeries, die moeten ook bewust zijn en begrijpen dat er veel te doen is. Met een wet alleen los je geen problemen op. Ik zeg het altijd, de wet moet uitgevoerd worden door mensen. En je moet ook die scholing hebben, je moet ook begrijpen waar het om gaat. En je moet ook kunnen sturen, je moet de capaciteit hebben.
Dus vandaar dat er capaciteitversterking nodig is bij de overheid en zowel bij de lokale gemeenschappen. Want zeker als je een verantwoordelijkheid krijgt, moet je ook weten wat houdt die verantwoordelijkheid in. Wat wordt verwacht van jou en welke capaciteit is nodig om dat te doen. En je moet ook de juiste mensen kunnen kiezen. Aan het traditioneel gezag kan je niet komen, maar je kan een structuur ontwikkelen die gaat zorgen voor beter beheer. Ja. Mevrouw Meulenhof, het moet worden behandeld. We horen dat al een hele tijd. Ja. Dat is ook aangegeven vaker door de voorzitter van het parlement. Van nou, het komt op de agenda, het staat ook al op de agenda. Ja. Wat gebeurt er nadat het is aangenomen? Hoe gaat het leven verder eruit zien? Het leven gaat gewoon door. De ja. wet geeft de overgangsperiode van een jaar. Dus in een jaar tijd zullen zaken in place moeten zijn. Wil je echt daadwerkelijk die effectieve bescherming zien. Dus het is des ministeries. Hoe ver zijn ze? Wat voor voorbereiding hebben ze genomen? En ook de tribale en inheemse gemeenschappen. Zijn ze ready? Zijn ze klaargestoomd om zaken verder aan te halen? En daar heeft het ministerie van regionale ontwikkeling een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ja, maar toen u bezig was, u bent ook u hebt ook veldwerk gedaan. Ja. Wat is uitgelegd aan de tribale gemeenschappen? Nou, de wet. Wat er vermeld staat in wat, en ook wat verwacht wordt van hun. En dat ze ook bewust moeten zijn dat met de wet kan je problemen oplossen. Maar je hebt de burgers die de wet moeten gehoorzamen. Die ook bewust moeten zijn dat er nu wetgeving is. Dat je zal moeten houden aan de wet. En ook de overheid moet ook voorbereid zijn. En het is des groepen of de gemeenschappen om te kijken wat ze allemaal nodig hebben om verder te gaan. In feite zal het ministerie van regionale ontwikkeling, die de verantwoordelijkheid heeft voor de ontwikkeling van het binnenland en zeker de relatie met het traditioneel gezag onderhoud, zal daarvoor programma's moeten maken en projecten uitschrijven. Ja, toch kom ik op dat amendement waar ik dus nu toch wel voor heel wat spanningen zorgt. Dus als de wet wordt aangenomen zoals hij nu is gepresenteerd of is aangeboden met de amendementen, is het dan zo dat wanneer het wordt de gronden dus van de gemeenschappen zijn, dat een individu een stuk terrein mag aanvragen? Dus eigenlijk heb ik ook uitleg nodig van wat er staat in de amendementen. Ja. Ik heb tot nu toe, het is me nog niet gelukt, waarschijnlijk eind van de week, om toch met mensen van de DNA te praten om meer uitleg te geven hoe zij denken dat te werken. Maar het voorstel zoals het vastgelegd is in de conceptwet, daar is er van alles bedacht en zijn ook de nodige voorbereidingen getroffen. Deskundigen hebben ook hun mening gegeven over de conceptwet, maar met het voorstel voor verwijziging, daar heb ik geen idee hoe dat gaat werken en wat voor voorbereidingen genomen zijn. Ja. Daarvan kan ik niet veel zeggen. Niet veel zeggen. Ja. Maar u blijft dus bij het standpunt. Zoals de wet werd aangeboden, zo moet die blijven. Ja, waarom? Kijk, de grote bezorgdheid bij de inheemse en tribale volken is ook de behandeling van de wet conversie. Mm-hmm. En zij zeggen, zij zijn niet tegen conversie, maar eerst grondrechtenwet en dan conversie. En mensen die het niet snappen, die denken van die mensen doen gewoon moeilijk. Maar dat is het niet. Terecht. Waarom? In de conversiewet staat dat die conversie niet gaat werken in gebieden waar de inheemse en tribale volken wonen en leven. Maar waar zijn die gebieden waar ze wonen en leven? Dan ga je weer een discussie hebben. Waar, dat is nergens vastgelegd, dat is nergens gedefinieerd. En die definitie vind je in de wet grondrechten. Als je dat eerst geregeld hebt met de grondconversie, dan hoef je geen problemen meer te hebben. Maar zij zeggen, als conversiewet er is en er geen grondrechten geregeld is, en Pikin Sarong volgens mij geeft een voorbeeld, of Pikin Poika, geeft een voorbeeld, er is een ondernemer midden in het dorp met grondhuur, die heeft ook geïnvesteerd, ondanks vele protesten gaat alles gewoon door.
Als die persoon dan daar gaat verkopen of brengt in eigendom en verder, dan kan de overheid niet meer ingrijpen. Dus zij zeggen, geef me eerst duidelijkheid omtrent mijn woon- en leefgebied en de rechten die ik heb. Dan kan je komen met grondvorsversie, dan weten we zeker dat we geen problemen kunnen krijgen. Ja, dus dat is eigenlijk die rode draad. Dat is de rode draad. Maar de overheid zegt, grondconversie nu heeft prioriteit vanwege de inkomsten die we gaan vergroten van de staat. En met die inkomsten kunnen we ook projecten weer voor ieder realiseren. Dus dat is die verschil, het verschil van mening tussen de overheid en zeker de tribale en inheemse groepen. Ja. Dan is dat dan duidelijk uitgelegd vandaag door mevrouw Meulenhof. Dan kom aan het einde van het gesprek met u. We hebben ook nog de heer Henk Afiankooi. Hij is DNA-lid van de VHP. Ik wil weten, als dit voorbij is, is er een grote last van uw schouder? Nee, toch niet. Net wat ik zeg, soms denken we wetten doen wonderen, maar zo werkt het niet. Ja. Mensen moeten het implementeren. De overheid, de gemeenschappen moeten zich gaan houden ook aan regels. En daar is er veel werk te doen. Mm-hmm. Een wet met een wet alleen, het moet effectief zijn, het moet werkbaar zijn. Je gaat steeds moeten evalueren en zaken bijstellen. En ik zal de zaken blijven volgen. Ik zal het altijd blijven volgen. Wat ik moet zeggen, wanneer het gaat om de inheemse en tribale rechten, volg ik vanaf mijn studentenjaren. Ik ben zelf daarop afgestudeerd en ik blijf het volgen. Ja. Ik ben geen politicus om te zeggen voor een bepaald periode, maar alleen interesseert het me en kijk naar politieke belangen. Nee, het gaat om een bepaald systeem dat nieuw is en dat werkbaar gemaakt moet worden in Suriname. Ja. En het doet je niet goed wanneer je als Surinamer gaat naar een internationale conferentie en je wordt aangesproken als een land die internationale vonnissen niet naleeft. Terwijl we weten dat we hier vreedzaam leven. Maar men krijgt gelijk een ander beeld van jou als land en van jou ook als burger. Doet het je wat? Ja. In gesprekken met de Surinamangs die in die dorpen leven, in die woongemeenschappen leven, wat zeggen ze jou als het daarom gaat van ja, maar de man is het als aan het. Ja, zelf met ondernemers, mensen in de goudsector heb ik gesproken. En velen geven aan, ik heb een goede relatie met de omliggende dorpen. Mm-hmm. Voor mij zal dat geen probleem zijn. In tegendeel zal het meer rust brengen binnen de samenleving. Kan ik mijn zaak beter gaan draaien. Dus het doel van wet is ordenen, maar de overheid moet toezicht houden en natuurlijk moet ook in staat zijn om het hele proces goed te begeleiden. En dat is mijn grootste zorgpunt. Begeleiding van het proces. Zowel binnen de doelgroepen en ook binnen de overheid die een grote verantwoordelijkheid heeft voor het welslagen van dit proces. Goed. U gaat de vergaderingen ook volgen wanneer het daarom gaat. Ik zal ook aanwezig zijn. U zal ook aanwezig zijn als deskundige van dichtbij. Ja, zeker. Goed, zeker. Daar hebben we het gehad. Mevrouw Meulenhof, ik bedank u. Toch in takwansan ete. Ji aladesma na lontu. De wansa de na de fara presi. Da met taki fu komalasemutu. Met taki fu stuli. Dita biki. Met taki fu Bigistong. Daar ken ik heel goed. Ja. We praten ook over die andere dorpen. Langs de Sara Kreek. Verder op een Apura Kant, zei Tegidensma. Samka Tegidensma, Miki Ude altijd positief en Miku u horus refi en natuurlijk Fugofu erkenning voor haar rechten. En het feit dat a wet komt op agenda of assemblee, na voor het eerst in Asrana historie dat ik sa, wetten bij Miki, concepten bij Miki, maar feit dat dit op agenda ba, moest je moro power voor tang hora street doro. En als drie zou moeten zorgen om dat ook te doen. En een probleem voor boeskonden en een straat probleem. Pe u abi voor rekening naar belangen voor trasma toe. U abi voor sabi taki wang a trasma de en wang a trasma abi flibi. Lek voor begwinti libigba. A wet disi met tak ook toe gitrasma.
sano de buskondres ma tak a wet di si juist mu sorgu fu a eenheid an wa wet sang e komprat sranang in to dele lek fasons ma e wan taki ma mi ervaring ook to taki te wans ma wan begrijping da stellen schrift opo fu begrijping ma yabis ma sano wan begrijping schrift strefi da meestal ma ache brong ma wati no mu brong u strefi abo een bepaalde taak fu meke muiti fu alles ma kan begrijp uno. Ja. Patricia Mulenhof vandaag dus in de koffiepraat. We hebben dus ook nog een andere gast die we verwachten. Een fijne voortzetting dus van deze woensdag. Kijk dus naar Carlos. Carlos? Ja, een muzikale noot. Dan ben ik zo bij u terug. We zijn er weer. We gaan dus toch praten met de heer Afian Kooi, DNA-lid van de VHP, meneer Afian Kooi. Eigenlijk, hoe ben verwacht hij, ja, we gaan het telefonisch moeten doen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, heer Lindverkrijg. Goedemorgen, luisteraars van SRS. Ja. De begrotingsbehandeling is gaande. Hoe wordt hij tot nu toe door jou ervaren? Wat we jaren wat los aan niet? Ja, kijk, mijn persoonlijke ervaring. Kijk, een begroting, behandeling is er eigenlijk zo. Er zijn meer voornemens, hè, is een beleidsplan. Omdat vanwege de contabiliteitswetten kan een regering, ministeries niet opereren zonder een begroting. Weet je, dat je niet maar buiten de begroting mag gaan. Dus voor mij is het een spannende, felle discussie. Men brengt alle DNA-leden hebben de ruimte om hun mening naar voren te brengen natuurlijk. En wat ze niet als goed zien, geven ze ook aan. Dat is echt goed recht van aan ieder, weet je. Zodat de regering dat kan meenemen, eventuele aanpassing. En we zijn tot laat bezig, dus het is altijd spannend. Ja. Toch meneer Afian Kooi, niet in ieder in de coalitie
is tevreden met het beleid dat er wordt gevoerd. We hebben de heer Ivan Hildoplein en ook nog Patricia Muren, Patricia Etnel mogen horen. De man, ja. Kijk, dat zeg je natuurlijk als parlementariër. Hebben we allemaal een eigen mening. Je hoeft niet met alles tevreden te zijn. Kijk, we weten allemaal. Ik hoor soms mensen praten, zeggen ze praten voor het volk. Maar wij praten allemaal voor het volk. Wij zijn ook gekozen door het volk. En we, althans ik weet ook wel, ik ben dagelijks op het veld, Misa Saipsa. Maar we kunnen veel eisen. Maar money moest papa aanpresenten, begrijpt u? Dus ik is een mening. Dus een manier van dingen naar voren brengen. Ik ook ben niet tevreden over alles. Maar ja, dat is al in de game, broer. Ja. Dus niet aan ieder hoeft tevreden te zijn. Ik ben ook niet tevreden. Maar ik heb mijn manier hoe ik mijn dingen naar voren breng. Voor het volk. Ook voor mij. Want ik ben ook deel voor het, van het volk. Ja. U zegt van er is geen geld. Om alles te kunnen doen, maar bonfurvo en shitaki toch weet je wat minister ook de president ego naar buitenlandse reizen de meedenk ik ja maar if ik tak dat moet niet nodig dan ja dat van omvertalen zijn die zie maar dat is wel ga je land draaien waar je geen dat je zelf uitsluit helemaal uitsluit de vorige regering laat me want soms zeg me de vorige, alle regeringen, ja, vorige regering bijvoorbeeld, hoe niet dat het heel moeilijk was voor de ex-president naar buiten te gaan, was de economie goed? Heeft dat de rol gespeeld? Dus ze kijken als regering soms, je kan jezelf niet, we hebben de regering, het land, die ook buitenlandse verplichtingen toch, en in ook als rotte schrift dat nou je gaat, $100 hier besparen en dat gaat zorgen voor de groei of verbetering van de economie. Bepaalde dingen moet je sowieso doen. Alleen zeg ik, wanneer je naar het buitenland gaat of buitenlandse diensten, want er zijn diensten voor het land, moeten we wel weten wat het, de resultaten zijn. Weet je? Ja. Ja. En soms zijn dingen die je niet kan als een president. Ja. Soms kan je dingen die je kan ze niet uitstellen of zeggen nou alles afzeggen. Weet je wel, ik isoleer het land, want we hebben het, we doen niks. En gaat dat, gaat dat zorgen voor meer inkomsten? Ja. Ja. Meneer Afian Kooi. Ja, meneer Afian Kooi, we moeten jammer genoeg met u afronden. De actualiteit is dat de Vols heeft aangegeven dat die scholen donderdag en vrijdag gesloten moeten blijven uit protest. En er worden ook acties gepland vanuit een andere hoek voor vrijdag aanstaande. Miwasap, zei u het takie van Pistor Dati, Masra Afian Kooi? Staken, protesten is een democratisch recht van ieder. Zolang je 40 je wil protesteren, je wil staken, je gaat nooit in de weg staan het afkeuren. Ja, omdat het een democratisch recht is van ieder. En alleen zeg ik, wat terwijl je doen staan, laat het ordelijk toegaan. De Utori, als je 40 naar de die je aan doet, zo is je manier, dat is je manier voor uit die schrijfbreda. Ik ga niemand beletten, of belemmeren of uitspraken doen naar de man goed trekt. Ja. Is dat bij mij? Ik doe misschien een trapassie, bijvoorbeeld misschien ik zou kiezen een andere manier, want ik heb ook geprotesteerd als goed jeugd toen. En zo de regering kon in Srena vanaf 80 binnen een protestactie. Allemaal. Dus ik zeg laat het ordelijk toegaan naar de man recht. Kijk als ze bij
inogo ino protest be go barsan e om mensen te beledigen. Maar meer, ik zou niemand in de weg staan. Nou, dat is een manier van zich uiten. Als de vals zegt, nou, alle leerkrachten thuis blijven. Ik kan niks eraan doen. Oké. Goed, meneer Afian Kooi, dan bedank ik u. We moeten dus afronden en dus tot een volgende keer dan. Ja, dus alsnog nogmaals mijn verontschuldiging voor vandaag hier in Misting. We zijn tot laat bezig en daarna. En ik wil gewoon een beetje griep aan mijn man ook weer aan mijn trangen. Dus mijn dring heb je zo again. En voor de rest wens ik het ieder een heel fijne dag. Ik word dan positief. We gebruiken, we verstaan. We doen lauloos aan die. We weten allemaal dat het hard is, moeilijk is, maar ik wil keep your head up. Yes, goed. En laten we gaan voor het positieve. Ja, we moeten afronden. We bedanken de heer Henk Afian Kooi. Hij is DNA-lid van de VHP. En tot zover dan de koffiepraat voor vandaag. Goedemorgen. Radio SRS Suriname, interactief. Ik luister graag.